Jungle. Ik en Henny hebben een speeddate georganiseerd omdat we te veel ruzie hadden met Schakel. En zoals het nu eruit ziet, het gaat veel beter. We hadden dus ook een idee om een restaurant zeg maar, op te stichten. Gewoon dat je goedkoop kan eten en dat het gewoon gezellig is. De kinderraad, dat zijn allemaal kinderen en die maken voorstellen en die gaan dan over die voorstellen discussiëren. En dan worden er een paar beste voorstellen worden er gekozen en die krijgen dan een bepaald bedrag om dat uit te voeren. Vanmiddag gaan we naar een vergadering van de Stedelijke Kinderraad van heel Utrecht. We gaan daar de ideeën presenteren aan alle kinderen die ook in de kinderraad zitten. Doe maar, zeg maar. De burgemeester is er ook bij. Wij hadden een plan met mijn groepje Leuke Leren. En dat plan dit ging eigenlijk om kinderen met meer motivatie naar school te laten gaan. Je hebt een mening in de dingen die in jouw wijk gebeuren. Je leert het door debatteren, je leert je mening geven. En dan kan je mening kan werkelijkheid worden en bepalend zijn voor de school en je buurt. Laatste vraag, laatste antwoord. Ik leer van de kinderen dat om met anderen om te gaan en te overleggen met anderen. Als alleen maar volwassenen bepalen over wat er in Utrecht gebeurt, denk ik dat het niet zo goed gaat. Want kinderen stemmen echt eerlijk. Stemmen echt voor wie beter ding doet, niet voor populariteit. Als ik jou was, zou ik gewoon niet twijfelen over de kinderavond. Het is gewoon leuk. Het is een hele leuke ervaring. Je doet ook eens een keer iets anders dan alleen maar op school zitten. In het begin lijkt het eng, maar als je er eenmaal in bent en aan het einde absoluut geen spijt heb je hoor. Dat is echt kapot cool. Meld je vooral aan voor de volgende editie van de Kinderraad in Utrecht. Laat je stem horen! Wij zijn de Kinderraad!